En er worden in Hebreeën 11 nog meer namen genoemd. Een wolk van getuigen. En daar gaat het over in Hebreeën 12, het volgende hoofdstuk, waaruit onze tekst genomen is. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. En ook deze tekst gekozen omdat ook onze geliefde broeder Dominee Tanis tot deze wolk van getuigen nu is toegevoegd. Daarom dan ook, vers 1 en 2, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Straks zingen we dan het Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk. Het gaat dan over de loopbaan. De weg naar de hemel gaat via een bepaalde loopbaan. En we kunnen ook zeggen, de weg naar de hemel is de weg van het geloof. Dat is precies hetzelfde, de weg van het geloof. En dan wel ten eerste op de getuigen van het geloof. Heel wat namen komen daarvoor in Hebreeën 11, de getuigen van het geloof. En we gaan nader in op de loopbaan van het geloof en tenslotte ook op, en dat is dan wel het belangrijkste punt eigenlijk, ja, de voleinder van het geloof, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus staat hier, ja, de zaligmaker, de voorganger, de held die voorgaat en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft het aan het kruis al geroepen, het is volbracht. En het is voor hem nu echt feest en vreugde om daar te mogen zitten aan de rechterhand van God de Vader. En dat heeft hij voor ogen gehouden. Het was niet de enige vreugde die hem staande hield in zijn moeilijke leven. Als er één een moeilijk leven heeft gehad, was hij het. Maar hij was toch staande gebleven. Hij heeft toch mogen volharden in het geloof. En daarom mocht hij er komen. En om zijn volharding, dat zeg ik dan maar vast, en om zijn geloof wil ik dan maar vast zeggen, komen de anderen er ook. Ja, ook in de weg van hun eigen geloof, natuurlijk. Het gaat over getuigen, de getuigen, de wolk van getuigen. Het zijn er heel wat en die wolk die wordt steeds groter. Daarom dan ook alzo wij zo groot, zo groot, zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. Als dat zo is, dan worden er in Hebreeën 11 maar een paar namen genoemd. Van een schare die niemand tellen kan. Zo groot een wolk der getuigen. En die wolk, die wordt steeds groter. Die wordt steeds groter. En straks zal die hele wolk de nieuwe aarde bezetten. Ja, zo groot is die wolk. Een grote wolk van getuigen, van Gods kinderen. Ja, getuigen worden zij genoemd omdat hun leven getuigde. De een kan het heel goed met woorden en kan onderwijzend zijn en kan uitleggen wat hij mocht ontvangen van de Heere. Een ander is niet zo sterk in woorden en wel in de beleving en ja, dat dan toch wel, maar dan kun je het aan zijn gedrag
aan haar uiterlijk ook wel, aan haar gedrag en woorden zien. Ja? Maar het zijn allemaal getuigen. Hun leven getuigt. Ja, hun leven getuigt niet van zichzelf, wie zij zijn, maar wie de Heere voor hen is. Dat is een getuigenis. Dat je kunt zeggen wie de Heere is. Want ja, als je op huisbezoek komt, dan hoort een ouderling dat graag als je dat vertelt. Niet wie je zelf bent, ja, mag je ook wel vertellen natuurlijk. En wat je werk is en wat je hobby's zijn en zo. Maar vooral wie de Heere is. En als je dat dan niet kan vertellen, zou jij het kunnen doen? Zou jij kunnen vertellen wie de Heere is, persoonlijk? Ja, misschien weet je heel weinig van hem, maar toch iets. Ja, zou je iets kunnen vertellen wie de Heere is? En u? Ja, daar komt het wel op aan. Je moet getuigen worden. De Heere werkt in het leven opdat wij getuigen zouden van zijn genade. Opdat we een levende brief zouden zijn, een aantrekkelijk mens, want genade maakt ons aantrekkelijk. Hè? Ja, genade maakt een mens aantrekkelijk. Als je geen genade kent, ben je eigenlijk lelijk. Je blijft ook lelijk. Als je genade leert kennen, dan word je schoon, mooi. Ja, in Gods oog dan, maar ook in het oog van de naaste. Ja, aantrekkelijk word je. En getuige zijn, ja, nou ja, dat is dominee Tanis ook geweest. Een getuige. Hij stond hier op de preekstoel, ja, deze dan wel niet. Hij had nog wel graag een keer hier willen staan, maar ja, dat ging gewoon niet meer. Ja, de begeerte was er wel. Begeerte die sterft niet, hè, om God groot te maken en om van hem te getuigen. Die sterft niet. Nee, begeerte, nou, God sterft nooit. Om God groot te maken, dat groeit juist. Maar dat heeft hij toch altijd gedaan, hè? Al die jaren. Ja, getuigen. En ja, dan is dat heel wat anders dan praten over jezelf, over een ander. Dan gaat het over hem, Christus. Ja. Ik weet nog goed dat we een vergadering hadden met hem ook erbij. En dominee Tanis, die was meer dan 2 meter, hè? Moest echt tegen hem opkijken, wat is gezegd zo natuurlijk. Hij zei na afloop van de vergadering, was helemaal niet eens met wat er gesproken was. Hij zegt, gaat nooit over Jezus, zei hij. Ja, net van der Ent, hè, die zei dat dan zo. Nou, moet het eigenlijk wel omgaan, hè? Om de Heer Jezus. Ja. Gaat het in onze tekst ook over? Over Jezus. Over de Heer, wie is hij? Ja, dat moet je kunnen vertellen, ja. Wie de Heer Jezus is. Wat dunkt u van de Christus? Die getuigen van het Oude Testament konden dat toch niet? Jawel, die konden dat ook. Die konden dat ook. Ja, die kenden de Christus niet zoals wij hem dan nader mogen leren kennen bij het licht van het Nieuwe Testament. Maar ze hebben hem door het geloof wel gezien. En het geloof, dat ziet veel, hoor. Ja, en ver ook. Ze hebben de belofte, de vervulling van de belofte, heeft de ouderling vanmorgen gelezen, niet meegemaakt, maar wel de vervulling van verre gezien. En omhelst. Dat hebben ze ook gedaan. En dat doe je met iemand die je lief hebt, hè? Ja, dat doe je met iemand die je lief hebt. Omhelzen. Met iets dat je lief hebt. Ze hebben de Heer Jezus ook omhelst dus. Abraham heeft zijn dag gezien, zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Ja. Dus ja, je moet niet denken dat het hier over een paar mensen gaat die in een soort stenen tijdperk leefden en die we niet zoveel wisten dan wij nu. Nee. Ja, we weten nou al veel meer natuurlijk en zo. Het gaat allemaal door, die ontwikkelingen en zo. Maar als je dit niet kent, dat omhelzen van Christus, het kennen van Christus, dan ben je eigenlijk nog dom. Ja, dom, ja. Dan ben je eigenlijk een dwaas. Dan weet je nog niet waar het licht is. Waar het leven ligt. Dat weet je dan niet. Nee. Waar het heil ligt. Waar de zekerheid ligt.
waar de toekomst ligt, in Christus. En vandaag mag het woord weer gepredikt worden, opdat ook vandaag weer mensen mogen komen tot het licht, tot kennis van de Here. Ja, een wolk van getuigen. En ze hebben dus getuigd van de hoop die in hen was. En ja, dat is dan toch wel heel mooi als dat dan ook vandaag de dag nog wel eens gezegd mag worden, want je zou moedeloos worden van de kerkverlating en zo. Maar Johannes die is heel nuchter, die zei, ze zijn er wel uitgegaan, maar ze hoorden ook niet bij ons hoor. Nee, die de kerk verlaten. Ja, die doen dat, waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, maar ze hoorden niet bij ons. Als ze bij ons hoorden, dan waren ze wel gebleven, zei hij. Dat is Johannes. Ze waren niet uit ons, kenden dat geloof niet. Ja, Hebreeën 11 wil ons wel jaloers maken op een gelukkig volk. Op mensen die het geluk, het leven en het licht kennen. En die zo staande zijn gebleven in een wereld van, ja, het waren allemaal wel vreemdelingen. Vreemdelingen, ja, dat hebben ze ook beleden. Gasten en vreemdelingen. En dat zijn wij dus ook. We zijn een poosje te gast. Ja, op deze oude aarde. En wie daar te gast is en een vreemdeling wordt, in tegenstelling tot degene die zich aan deze oude aarde vastklampt en zegt, dit is het leven, die zal straks geen gast en vreemdeling zijn op de nieuwe aarde. Nee, een echte inwoner van het hemelse Jeruzalem. Daar zul je thuis voelen. Ja, Dominicanus is ook thuis gekomen. Mooi, hè? Dat er een thuis is, een huis van de Vader, met vele woningen. Ja, zou voor u misschien ook wel een plekje zijn, en jou? Met vele woningen. Ja, nou, die wolk van getuigen die wordt steeds groter en daarom is het zo fijn in deze tijd van ontmoedigingen en kerkverlatingen om te zien dat de kerk van Christus gewoon groeit, gaat gewoon door. Het gaat gewoon door, ja. Zo groot een wolk. Zo groot een wolk. Zo groot een wolk. Ja, een schare die niemand tellen kan. En die hebben we dan rondom ons liggen, staat er. Dat is een soort beeld. Hij gebruikt het beeld van een loopbaan. Hè. In een stadion, daar wordt een voetbalspel gespeeld. En dan zijn er dus de toeschouwers eromheen. Dit is een soort beeld van een wedloop, een loopbaan en met toeschouwers erbij. En dan zijn degenen die hier op deze oude aarde nog zijn en met de wedloop bezig zijn, die worden door de wolk van getuigen gadegeslagen. Die hebben we om ons heen liggen. Ja? En ja, hoe we dat precies moeten opvatten weet ik ook niet. Maar wij kunnen dus daaruit opmaken dat wij ziende op die wolk moed mogen grijpen. Ze zijn er nog. Ze zijn op de bestemming aangekomen. Zij leven nog tot in alle eeuwigheid. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob. Al die mensen die hier genoemd worden. Ze zijn er dus nog. Het is de gemeenschap van heiligen. Daar komen ze aan. Ja, tegenover degenen die helaas het leven niet kennen en daarom verloren gaan. Een donkere wolk van mensen die God, de Here, niet kennen, niet zoeken. Ja. Ja. In ieder geval, die hebben we rondom ons liggen. En daar moeten we op zien. Eenzame pelgrim, als u moedeloos en eenzaam bent, ga dan al die mensen eens na. Lees in de Bijbel. Ik denk dat de dominee de Boer zei het ook heel vaak. Hè? Dacht wel eens, nou, hij ziet het misschien wel een beetje somber in, maar ik geloof het niet hoor. Nee, wordt er wel in de Bijbel gelezen? Wordt er wel in de Bijbel gelezen? Lezen wij de Bijbel wel? He, van A tot Z. Dan krijg je moed. Ja, ook door die wolk der getuigen. Van hen die ook door strijd en moeite en ellende heen gingen.
en gestaande zijn gebleven. Door God zijn er doorgehaald, eruit gehaald en doorgeleid. Staande zijn gebleven. Die niet om zijn gekomen onderweg, omdat ze een God hadden die voor hen zorgde, op wie ze aankonden. Hij ligt rondom ons, die wolk der getuigen. En omdat dat zo is, ja, mogen we moed houden ook voor vandaag. Ik ben wel eens moedeloos, maar dat komt omdat ik dan naar mezelf kijk. Ja, ik ben wel eens moedeloos omdat ik naar anderen kijk. Ja, maar dat moet je eigenlijk niet doen, hè. Ziende op Jezus staat hier, hè. Ja, als ik dat doe, dan krijg ik weer moed. Ja, dan krijg ik echt weer moed. En dat hebben we van de week ook gehad met de jongelui. Je krijgt weer moed als je met ze omgaat, hè. Als je samen met ze zingt. Samen buigt voor het woord van God, dan zeg je ja. De Heere die zorgt zelf voor zijn kerk. Dienaren vallen weg op een gegeven moment. Nou, allemaal weg. Zoals die wolk der getuigen. Dan worden ze opgenomen in die wolk. En dan zijn ze hier op aarde niet meer, maar God gaat door. Hij gaat door tot de jongste dag. Tot die wolk zo groot is, dat hij dus de hele nieuwe aarde bevat. Ja, die loopbaan, dan is het natuurlijk wel een roeping om ook dat geloof te mogen beoefenen, te moeten beoefenen. Dat is ook een roeping. Ja, het geloof is een gave, zeggen we, en gelukkig is dat zo, anders dan kwam ik er niet. Maar het is ook een opgave. En daarom die loopbaan, de weg van het geloof, of de strijd van het geloof. En daarom zegt de apostel... Daarom dan ook, en dan komt er weer zo'n opwekking waar de Hebreeënbrief veel van heeft. Daarom dan ook, omdat wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, dat is met volharding, lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is, die ons... wordt aangewezen in de Bijbel. De weg van het geloof in de Heere. Laat ons die met volharding gaan. Met volharding, ja. En als je valt, betekent dat dat je weer opstaat. En je valt nog wel eens. Tenminste, ja, ik dan, hè. Ik weet niet of u dat... Ik val nog wel eens onderweg. Op die loopbaan. Glij wel eens uit. Ja, en dan maak ik een smak. Ja, dat is niet omdat het pad zo gevaarlijk is, maar omdat de zonde zo glibberig en glad is. Ja, ik val nog wel eens, ja. Maar wat is volharding? Dat je niet in de zonde blijft liggen en niet zeggen, nou het wordt met mij nooit wat. Want het is wat nooit met mij geweest ook overigens. Maar dat je zegt, ik zal opstaan. Ja, opstaan. Niet in de zonde blijven liggen. Toch weer naar God teruggaan. Ja, maar kun je dan weer bij God aankomen? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Nou, waarom zou dat niet kunnen? Bij God aankomen. Ja, maar dan heb ik het weer bedorven. Ja, omdat je hebt het zeker bedorven, ja. Altijd weer. Ja, dus waarom zou je niet naar God gaan? Je hebt hem wel nodig om je op de been te helpen. Om je weer vooruit te helpen. Ja, daarom. Dus, ja, je wil zeker eerst wachten tot je je een beetje beter voelt. Oh ja, ja, dat is het dan. Nou, tot je een beetje beter voelt... En dan naar God toe gaan, ja. Dan heb je een goed gevoel van jezelf, bedoel je. Ja, ja, dat kun je ook doen. Dan kom je dus met je hoogmoed en je trots. Nou, God ziet je aankomen. Kom zoals je bent. Je bent een gevallen zondaar. En ja, beleid dat voor hem. En smeek hem of hij de kracht en de moed wil geven. En dan zullen we zo wel horen hoe je die kracht en moed krijgt, ziende op Christus, ja. Maar
Volharden, dat is altijd weer teruggaan naar God. Heere, hier ben ik weer. Ik belijd aan u mijn zonde. Ik doe het niet goed. Maar ik ben er toch weer. Hier ben ik. Neem me aan. Genees me. Red mijn leven. Vergeef me al mijn zonden. Dat, hè? Ja, dat is volharden. Dat is dus volharden is God gewoon als een getrouw en een goede tieren en een genade God zien. Niet als een God die verandert. Die vandaag vriendelijk is, maar morgen zegt, nou, jou moet ik niet. Jij valt me zo ontzettend tegen. God is geen mens, hè? Nee. Gelukkig niet. Ja, maar in die loopbaan, laat ons afleggen alle last. Ja. Ja, ik weet niet of u weet waar het over gaat. Als we het hebben over een last, heb u ook ergens last van? Op de loopbaan lopende krijg je last van dingen, hè? Ja, de zonde wordt je een last, je schuld wordt je een last. En ik weet wel dat hier ook bedoeld wordt, dat je ook kunt belemmerd worden door een last van wetticisme. Ja, de Joden die nog vasthielden aan die oud-testamentische ceremonieën, dat doen wij dan niet. Maar we kunnen wel vasthouden aan allerlei dingen die we... Ja, menen dat het goed is en dat we daar maar aan vasthouden, waar onze hoop op stellen, dan allerlei gewoonten en zo. En ja, je moet alles verliezen, hè? Ja, alles wegdoen. Ja, de last. De wereld kan ook een last zijn, vind je niet? De wereld. De wereld met haar aantrekkelijkheid. En naar afleidingsmanoeuvres van de Heere vandaan. Het wereldse hart, dat zo graag nog eventjes om het hoekje kijkt en verder kijkt en je neus lang is. Dat kan ook een last worden, ja. Mensen op de loopbaan die vinden dat een last, ja. Ja. De zonde die ons lichtelijk omringt, dat is de zonde die er altijd is. Die er zomaar heel dichtbij is, ja, in je is. Paulus die had ook zo'n last. Ja, van mensen ook hoor. Maar vooral van hemzelf. Ja, ik, ellendig mens, zei hij. Maar dan roept de Hebreeënapostel ons dus op om die last af te leggen. En de zonde die ons lichtelijk omringt, om met volharding te lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Maar hoe kan een mens dat dan? Als de zonde je lichtelijk omringt, als je natuur boos is, hoe kan een mens dan dat afleggen? Kan dat? Dat kan alleen als wij doen wat onze tekst verder zegt. Als wij zien op de Heere Jezus. Ja. Zien op de Heere Jezus. Wat hij gedaan heeft, wie hij is. Zien op hem als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat betekent ook, maar hier niet hoor, betekent ook dat hij degene is die het geloof werkt, sterkt, die zijn werk voltooit. Ja, dat betekent het op een andere plek in de Bijbel. Hè? Filippenzen 1. Hij die er nu een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen. Maar het wordt hier niet bedoeld. Nee, het gaat hier niet over hem die mij dan het geloof werkt en het sterkt en het leven in stand houdt. Maar het gaat hier om het geloof van de Heere Jezus. Ja, en om de volharding van de Heere Jezus. Hij heeft ook de loopbaan gelopen. Hij ging voorop. Ja, en hij heeft echt kunnen volharden. Hij heeft volhard tot het einde. En zijn geloof was een volmaakt geloof. Het geloof van de Heere Jezus. We hebben het gauw over het geloof in de Heere Jezus. Ja, we moeten in hem geloven. Maar u moet ook letten op het geloof van de Heere Jezus.
de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Ik zei het al, als één een moeilijk leven heeft gehad, dan is het de Heer Jezus. Hè? Die heeft een loopbaan gehad. Oh, oh, oh. En een lasten die op hem afkwamen en een bedreigingen en een verzoekingen en verleidingen. En een haat en een vijandschap. Hij was echt een vreemdeling op de aarde. Gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Een moeilijk leven. Maar hij heeft volgehouden. Hij heeft volhard tot het einde. Hij heeft de loopbaan als eerste gelopen. En toen het leek alsof hij het verloren had, zo dachten de Joden, overwon hij juist aan het kruis de zonde en de dood en Satan. En heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Pasen is het geworden, hemelvaart. Van de week zagen we hem naar de hemel varen. Hè? En nu staat er in onze tekst, daar zit hij hoor. Aan de rechterhand van God de Vader. Daar zit hij. Ja. Vol hart tot het einde. Niet gestruikeld. Volgehouden. Ondanks alles wat er op zijn pad kwam. En hij heeft dat gedaan als een overwinnaar. Maar vooral ook als een voorganger. Zo heeft hij de weg gebaand, ook voor anderen. En nou heb ik aan dat geloof van al die getuigen hier in Hebreeën 11, ja, daar kan ik het eigenlijk niet mee doen. Hè? Kunt u het met het geloof van Abraham doen? Of met het geloof van je godzalige vader, die nu ook in die wolk zit? U kunt het ook met het geloof van Dominicanus niet doen. U kon niet met hem meereizen de doodsjordaan over naar Sion. Nee. U kan het met het geloof van een ander niet doen. Maar weet je waar je het wel mee kan doen? Met het geloof van de Heer Jezus. Dat moet je hoop worden. Daar moet je op leren zien, op wat hij gedaan heeft, op wie hij is. En dat hij de eindstreep heeft behaald. Ja, nou ja, u zegt, ja goed, dat is dan, ja, dat heeft hij dan gedaan. Maar dat heeft hij gedaan ten behoeve van. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader, maar hij zit daar niet alleen. Hij is het hoofd van de kerk en waar is het lichaam dan? Dat zit er ook al. Ja, dat zit er ook al. Als je een hoofd van het lichaam scheidt, dan is het dood. Dan is de dood. Ja, maar het hoofd van het lichaam is niet los. Christus als het hoofd is niet los van het lichaam. En daarom zeggen we in het geloof, ook een dag de kerk belijden, met hem opgevaren naar de hemel en zitten aan de rechterhand van God. In en om Christus wil. Hij is de voorganger. Hij is de overste, de leidsman. Ook die het alles goed zal maken en voltooien zal voor de gelovigen. Hij is er aan de rechterhand van God de Vader. En daarom, omdat hij daar zit, is Abel er gekomen. En David en Simson. En Dominicanus. Ja. Dus je komt er niet omdat jij zo goed de loopbaan loopt. Want we lopen de loopbaan niet goed. We komen er niet omdat ons geloof volmaakt is. Want ons geloof is niet volmaakt. Wij komen er niet omdat wij een serie goede werken hebben op onze rekening staan. Nee, we hebben geen goede werken op onze rekening staan. Alles is met zonde bevlekt.
Maar wij komen er alleen omdat Christus volhard heeft. Door het geloof van Christus. Door zijn volharding. Door zijn ijveren. Hij heeft de weg gebaand. En met zijn werk durf ik het te doen. Durf ik te leven en durf ik te sterven. En als ik daarop zie, als ik de liefde van de Heere Jezus mag ervaren, dan valt het mij ook licht om de zonde los te laten. Een poosje. Dan valt het mij ook licht om wel eens een keer nee te zeggen. Als de duivel aan de deur staat en zegt, kom, ga je met me mee. Als ik daarop zie, op die volharding van de Heere Jezus en de liefde die hij heeft tentoongespreid voor zondaren, voor die volk der getuigen. Die volk der getuigen, dat zijn geen helden in die zin van die zijn er gekomen dat ze zo heldhaftig waren. Maar omdat Jezus de voorloper is. Daarom, ook voor hen en voor al Gods kinderen. Omdat Jezus zijn werk volbracht heeft. Omdat hij een volkomen geloof heeft laten zien. En dat plaatsbekledend en plaatsvervangend. Ja, inderdaad. Zonder geloof van mij is het onmogelijk om God te behagen. Maar wat is dat geloof van mij dan? Zijn dat prestaties of is dat een vluchten naar Jezus? Is dat een vastklemmen aan de gift van de Vader? Is dat je geloof? Ja, dat geloof behaagt God. Als je arme zondaar bent en je vastklemt aan Jezus Christus, dan behaag je God, anders niet. Mishaag je God. En ik heb een arme zondaarsgeloof. Ja, dat had Christus niet. Die had een groot geloof. En dat heeft hem staande gehouden. Hè? Dat heeft hem de kracht gegeven om door te gaan. Het geloof in de vreugde die hem voor opgesteld, in het vooruitzicht was gesteld. Wat was de vreugde voor hem, waaraan hij zich vastgehouden heeft? Ja, dat is ook mooi hoor. Dat is ook heel mooi. De vreugde, ja, dan denkt, ja, nou ja, dat is de hemel natuurlijk. Het gaat hier in deze tekst over het kruis. Kruis verdragen en dan nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is me nogal geen tegenstelling. Natuurlijk is dat vreugde voor hem. Zoals het kruis een groot verdriet voor hem was. Een ellende. Een hel. En nu in de hemel. Ja, natuurlijk. Dat had hij in het vooruitzicht. De hemel. U kan ook zeggen de Vader. Ja. Dat was ook zijn vreugde. Is God ook uw vreugde? Maar voor hem wel hoor. Voor Jezus Christus wel. Hij heeft al gezegd. Verheerlijk mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had. Vroeger, voordat de wereld er was. Heimwee, hè. Hij ben naar zijn Vader. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. Ja, dat is de vreugde natuurlijk. Maar wist u dat zijn echte vreugde ergens anders ligt? Vooral hierin. In zijn lichaam. In zijn lichaam, daar ligt zijn vreugde. In zijn kerk. Ja. De goede herder omringd door zijn schapen. Allemaal. Dat is zijn vreugde. Al die schapen. Ik zal niet meer met u drinken, zei hij tegen de discipelen van de wijnstok. Eer dat het koninkrijk der hemelen komt en dan gaat hij bedrinken met de zijnen. Dat was zijn vreugde. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Vreugde met zijn discipelen om hem heen. En straks als een gekochten om hem heen. De koning die zich verblijdt in zijn onderdanen. Daar ligt zijn heerlijkheid in, maar ook zijn vreugde in. Die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Hij heeft niet voor niets gelopen. Hij heeft niet voor niets gestreden.
Hij heeft niet voor niets gevochten. Kijk eens, Heere, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat is zijn vreugde, zijn volk. Dat hij het niet voor niets gedaan heeft. De vreugde dat ze ook mogen zitten bij God in de hemel. Dat heeft hij toch voor ogen gehad. Daarom heeft hij het kruis verdragen. En de schande veracht, zegt onze tekst, vreselijke dingen. Omdat hij één ding voor ogen had. De zaligheid van een arm verloren zondaarsvolk. Dat begrijpen we niet, hè? En toch is dat zijn vreugde. Hij is toch de bruidegom. En wat is nu de wens van de bruidegom? Wat is de vreugde van de bruidegom? Inderdaad, de bruid. Ja, zijn bruid. Ja, daar ben je trots op. Met je bruid tevoorschijn komen. Je bruid laten zien op je trouwdag. In een schitterende jurk. Jouw bruid. Jouw vrouw. Dat is je vreugde. De vreugde van de man is de vrouw. Zo is het met Christus ook. De vreugde van Christus is zijn bruid. Ja. De vreugde die hem voorgesteld was. Hij ging ergens heen. Wij kunnen nog niet vooruit. Vooruitkijken. Zo'n stuk kunnen we nog niet vooruitkijken. Hè? Maar Christus zag al ver vooruit. We hadden het over het geloof dat ver ziet, veel ziet. Nou, dat was bij Christus ook zo. Hij zag de nieuwe hemel al en de nieuwe aarde. En al die getuigen op de nieuwe aarde. Hij zag het al. En dat hield hem staande. Hij deed het ergens voor. Hij dacht dus ook in zijn strijd en lijden niet aan zichzelf, maar aan zijn zwarte bruid. Om die straks zonder vlek en zonder rimpel aan zijn vader voor te stellen. Kijk, vader, zo ziet mijn bruid eruit. Vindt u haar niet mooi, vader? En de vader zal zeggen, wat is mooi, mijn zoon. Ja, dat zal de vader dan zeggen. Dat is de vreugde ook dus voor de vader. De vreugde van Christus is de vreugde van de vader. En nu is hij gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En dat is een garantie dat je in het strijdperk van het leven en bij alle moeite en verdriet die je kunt ondergaan. En zeker ook als je met jezelf overhoop ligt en dergelijke dingen moet meemaken. Ziende op. Dat is eigenlijk het kernwoord voor vanmorgen. Ziende op. Zien op Jezus. Ik ga een paar mensen toespreken. Ik noem geen naam hoor. Nee, doe ik niet. Maar de mensen zelf weten wel wie ik bedoel. Je bent oud. En je moet sterven. En je durft niet. Je hebt het moeilijk. Je zit in de put. Je bent moe. Zou het voor mij nog kunnen? Ja. Weet u, je moet zien op Jezus. Waar wacht u op? Tot u een beetje beter gevoel over uzelf hebt. Waar wacht u op? Op iets bijzonders? Is dit niet bijzonder dan dat u mag zien op Jezus? Zie op hem. Zie op hem. Zondares, zondaar. Zie op hem. Verwacht het van hem. Kijk eens wat hij gedaan heeft. Lees het Leidensevangelie. Van A tot Z. Drink het in. Christus heeft de loopbaan gelopen. Werp dan weg al die dingen waar u mee zit. En zie op hem. Vindt u dat te eenvoudig? Het is eenvoudig. Klaar.
Ik zal een ander toespreken. U hebt een boekje gekocht. Een bekeringsgeschiedenis. En u hebt het gelezen en u zei, dat is nog eens een bekeerde man. Tjonge, jonge, jonge. Wat die man heeft meegemaakt. Zo gaat het met mij. Nee, dat ken ik helemaal niet. Nee, dat ken ik niet hoor. Nee, zie je wel, het is met mij niks. Nee, het is met mij niks hoor. Als je ziet wat die man allemaal meegemaakt heeft. Heeft dit meegemaakt en dat meegemaakt. Die kon erover vertellen. Gooi die bekeringsgeschiedenis vandaag nog in de kliko. Of waar dan ook. Weg. Misschien is het allemaal waar wat erin staat. Maar onze tekst zegt vandaag. Zie op hem. Zie op Jezus. Zijn geloof. Zijn volharding, zijn liefde, zijn trouw. En vat moed, zondaar. Het kan voor goddelozen, voor zondaren. Met je arme zondaarsgeloof kom je er, als je hoop op Christus is. Ik zal nog iemand aanspreken. U hebt een verkeerde keuze in uw leven gemaakt. U hebt een hele grote zonde gedaan. Bewust. Heel bewust. U wist het dat u op het verkeerde pad was. Maar u zei, ik wil het toch. Ja, en nu denkt u, zegt u, gelooft u dat u te ver bent gegaan. Nou ja, dat ben je ook wel. Dat zal ik niet ontkennen hoor. Maar dat er geen weg meer terug is, gelooft u niet. U gelooft niet dat er een weg terug is. Dat is uw zonde. Niet wat in het verleden gebeurd is. Maar dat u niet gelooft dat er een weg terug is. Dat is uw zonde. Zie op Jezus. Op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Even kijken hoe laat het is. Ja, ik kan dat verhaaltje nog wel even vertellen. Ten slotte dan. Hè. Ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik heb het van de week ook bij de jongelui verteld in op dat weekend, ja. En een vader die zijn zoontje op de trap zette. Tweede, derde tree, niet zo hoog hoor. En tegen zijn kind zei, spring er maar hoor. Vader stond daar, hè. Ja, en dat jochie dat sprong natuurlijk gelijk. Ja, mijn vader deed het ook. Die zette ons op de tafel en die zei, spring er maar. En dat deden we dan. Ja, dat deden we gewoon. Mijn vader moest vlug zijn, want gehoorzaamd onmiddellijk. Hup, we sprongen. Deed die vader ook en dan steeds een treetje hoger. Nog een treetje hoger. Ja, totdat moeder zei, nou stoppen maar. Maar, ja. En dat jochie dat sprong en vader. Ja, die ving dat kind op. Altijd. Jaren daarna was Jantje Jan geworden, een grote jongen. En ja, hij zat in de problemen, in de grote zorgen, in de moeite. Het is allemaal niet zo goed gegaan. Hij voelde dat hij toch op de verkeerde weg zat en zo en al die dingen meer. Hè. Zijn vader die zag wel dat hij moedeloos was. En op een verjaardag zaten ze naast elkaar. En toen zei zijn vader tegen Jan, zeg jongen, spring jij nog wel eens? Zei die wat? Nou, hij zegt, zullen we nog eens naar de gang gaan? Oh, jongen gelijk zo. Dan sta jij op de trap, zo, die tree. En dan sta ik eronder. En jij springt. Ja, maar nee, natuurlijk niet. Dat doe ik niet. Kijk wel uit.
Maak me niet bespottelijk. Je bent oud geworden, pa. Je vangt me nooit meer op. Nee, en als er iemand in de hal komt, ik zie me daar al staan, bespottelijk gewoon. Ja, zei die vader. Dat is nou net waar ik je hebben wil, jongen. Je kind, het kind in je, is dood gegaan. Ja, als je ouder wordt, dan krijg je bezwaren. Ja, maar het gaat zomaar niet. Nee. De hoogte, afstand. En Jezus staat er. En hij zegt: spring er maar. Zondaar, wat ben je nog zo zwaar? Hij laat je niet vallen. Nee, dat doet hij niet. Omdat je dan mag geloven in hem. Springen, dat is een geloofsdaad. Springen zoals je bent. Naar Jezus toe, hè. Zien op hem. Hij vangt je op. Hij doet het. Uit genade, ja. Door het geloof. Om Jezus wil. Amen.